Eind 1942 besluit Engeland de Philipsfabrieken in Eindhoven met bijna 100 vliegtuigen te bombarderen. Doel is het platleggen van de radioproductie voor de Duitsers. Er was bewust gekozen om dit op een zondag te doen. Daarom zijn er maar enkele werknemers van Philips die in de fabrieken aanwezig waren omgekomen. Crossing the coast, they're setting a cracking pace heading for Holland. Now we're up with the leading Bostons over the North Sea. That's it. That's the Philips works ahead. German anti-aircraft gunners are opening fire. The bombers machine gun back at them. Achter ons, in de Schoutenstraat, daar was een winkel, Brok, als ik me niet vergis. Zo rond een uur of 12, toen dacht ik, nou, ik ga voor die centen ga ik eens wat snoep kopen. Dus ben toen achteruit gelopen. Hier achter het huis zijn dus allerlei verbindingsgangetjes die dus in de andere straat, onder andere de Schoutenstraat, uitkomt. En ik ben daar op mijn gemak, ben ik naartoe gelopen en ik heb daar het nodige gekocht in die winkel. Ik ga die winkel weer uit, ik steek de Schoutenstraat over, kom je bij de hervormde kerk, zoals u hem hier ziet staan. En naast het hervormde kerk loop ik het gangetje in en meteen dat ik het gangetje in loop, hoor ik een geluid, een heel onbestemd geluid. Our two leading Bostons have gone right over and dropped their bombs. Following the Bostons, Venturas and Mosquitoes come in higher. Wat was er aan de hand? Er was een behoorlijk bombardement was er aan de gang. En we schuilden met z'n allen, met heel het gezin, in de bijkeuken. We lagen daar op de grond en dat geluid dat bleef maar aan de gang. Het was net of er een grote hagelbui, een langdurige hagelbui, over ons heen kwam. En toen we later eens polshoogte gingen nemen, wat er dus allemaal gebeurd was, bleek het dus dat de winkel waar ik 's ochtends die snoep had gekocht, dat daar niets meer van over was. Die lag helemaal in de puin. En dat heeft eigenlijk op dat moment best een grote indruk achtergelaten. En dat is ook een indruk die je nooit meer eigenlijk vergeet. Die je altijd van de oorlogstijd, dat in ieder geval, blijft herinneren. En toen kwamen daar vliegtuigen over de Sint-Rudo-kerk. Die vlogen over ons huis, waren heel laag en die vlogen richting fabriek. En toen hoorden wij bommen gooien, hoogstwaarschijnlijk op het fabriek en op die ambachtsschool hier. Toen zijn wij hard naar de fabriek op ingerend en kijken wat er te doen was. En toen ben ik thuisgekomen en toen waren er brandbommen op het dak. Dan zijn wij op het dak geklommen, heb ik nog een keer goed mijn handen verbrand. En toen hebben wij met doeken en met dekens hebben wij die fosforgranaten eraf gehaald. Ondanks de kans op nieuwe bombardementen komt de productie weer langzaam op gang. Ook al valt dat niet mee om in de winter zonder glas in de ramen te werken. Ook in de omliggende straten is de schade heel groot. Bij de Katrinakerk en boekhandel van Pieren bijvoorbeeld. Maar vooral de Demer is bijna in zijn geheel weggevaagd.
Ook het binnenziekenhuis en de wal zijn zwaar getroffen. In totaal zijn er 136 burgerslachtoffers en vele gewonden. Op 6 december 2011 is dit monument geplaatst bij de Witte Dame. Het herdenkt de slachtoffers van het bombardement. De Engelsen noemden dit de Oyster Operation, vandaar de oestervorm. 16 Britse piloten hebben het bombardement niet overleefd.